gaan hebben over retro games. Ja, retro games, mannen. Ik vond het wel eens tijd om eens een keer, want we hebben... Ik dacht dat we het onderwerp zouden skippen, vanwege technische dingetjes. Nee, oh, nee, doen we, we gaan het gewoon nog lekker doen. Oké. Okay. Ik kwam een keer in een discussie terecht met Samuel en met Maarten, geloof ik, op een Gamescom. En toen hadden we het in één keer over retro games. Games die wij vroeger speelden en eigenlijk hoe jammer het is dat zoveel gasten die nu beginnen met gamen, hoe weinig die eigenlijk nog weten van die games. Dus ik dacht van, laten we gewoon even een trip to memory lane inzetten. Altijd leuk. En ik heb jullie even gevraagd om een top 5 samen te stellen van je favoriete retro games. Dus je old school games die je vroeger echt speelde. Dus laten we maar even beginnen met een top 5 van Florian. Nummer 5. Test Drive. Nummer 4. California Games. Nummer 3. Lords of Combat. Nummer 2. Super Mario Brothers. Nummer 1. Sonic the Hedgehog. Oh, Sonic, jongens. Ja, wat vind je van die top 5, Jan? Ik zag een aantal hele leuke games, maar ik dat die platform games, daar ben ik pas later mee gaan spelen. En ik is Sonic, nee, het is nooit mijn mascotte geweest. Ik vind het een, ik snap wel wat er leuk in is. Het is lekker snel, het is een beetje een rebels mannetje tegen die koppige Mario, terwijl die stond er ook in. Maar ik vind zo'n California games die ik ook voorbij zag komen, daar heb ik wel hele warme geheugen. Weet je waarom? Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een soort, voor het eerst een soort kleuren televisietje kreeg op mijn kamer. En ik heb op de Amiga gespeeld. Ja. En daar speelde ik toen voor het eerst California Games op. En dat zag er zo mooi uit. Het was gewoon een tv met een glasplaat apart ervoor. Ik weet ook niet waarom, maar dat zal wel een reden hebben gehad. En ja, dat was die balletjes hoog houden, het surfen. Ja. Jij had het idee dat je op vakantie ging. Ja, maar het is zo, even om uit te leggen wat voor game het eigenlijk is. Je had gewoon eigenlijk verschillende games, maar dan in Californië. Het was gewoon heel simpel. Surfen, balletjes beleden. Ja. Een balletje heel klaar hoog houden. Met zo'n sackbal, De gameplay was eigenlijk niet meer dan op het juiste moment op spaatje te drukken of op een knop te drukken. Ja, het was eigenlijk wat je nu ziet met die Mario en Sonic op de Olympic Games-achtig. Alleen toen was dat heel vet. Ja, ik heb er echt uren... Dat surfen was goed, hoor. Dat geweldig, surfen was leuk. Geweldig. Je moest met de pijltjes... Het was echt wel lastig. Het was niet... Het was heel moeilijk, Het was heel pittig. Maar goed, het was eigenlijk... Ik bedoel, qua content was het heel weinig natuurlijk. Ja, maar voor die tijd was het natuurlijk wel heel erg... Gisteren kwam Florian ermee. Toen dacht ik, oh ja, dat heb ik ook echt heel veel gespeeld. Maar ik heb bijvoorbeeld ook zo'n The Caveman Olympics. Dat je vrouwen aan hun haar moest slingeren en zo. Dat is epic. Dan moest je tegen elkaar vuur maken. En dat was gewoon button bashing. Echt geweldig. Maar het was wel fantastisch. Ja, dus dat soort dingen. Ik vind het wel echt super leuk om daar al te weer op. Ja. Maar goed, kijk, wat is retro? Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel games. Ga je echt helemaal terug naar Pong? Of mag je ook 10 jaar terug? Ik bedoel, Ja, dat was een beetje jouw vraag. Ja. Van ja, wat is nou old school? En Want ik wil, wat is nou eigenlijk die overgang? In mijn top 5 staat bijvoorbeeld niet een game die ik ook helemaal kapot heb gespeeld, maar die mij, terwijl ik hier naartoe reed, nog in het geheugen kreeg. North and South. Dat is van die strip, de blauwbloesem. North and South. Van de blauwbloesem, ken je ze? Thank you. Ja? Maar ken je ze of niet? You fuck horses, I beg your pardon. Ja, paarden. Nee, maar... Je kent ze of niet? De blauwbloesem. De blauwbloesem? Je kent de strip. Nee. Ja, sorry jongen. Nee, echt. De blauwbloesem. Waar gaat dit over? Over de Amerikaanse burgeroorlog. Tussen de Noordelingen en de I-60. En Noordelingen en de Zuidelingen. Ja. En dat is een strip, de blauwbloesem, zoek het maar even op. En je had een soort quasi, strategy game mag je het eigenlijk niet noemen. En waarin je gewoon de Noordelingen tegen de Zuidelingen moest spelen. En dan had je een soort landkaartje en dan moest je gewoon met paardjes, met zwaarden en kanonnetjes tegen elkaar. Opeens zo'n schermpje. Helemaal kapot gespeeld. Superleuk. Okay, goed. Kan je nog opzoeken op YouTube. North en South. De top 5 van Jan.
Green Beret. Nummer 5. Green Beret. Nummer. Oké. Okay. Nou, die doet het dus niet. Die was te oud. Beetje jammer. Kunnen we gaan naar de top 5 van Tjeerd dan? Van mij? Oh, gaan we het helemaal niet meer over mijn top 5? Nee, natuurlijk niet. Als het niet doet, dan. Terug. Nummer 5. Grim Fandango. Intimidating. Nummer 4. Dexter. Nummer 3. Commander King. Nummer 2. Transport Tycoon. Nummer 1. Day of the Tentacle. Wacht even, ik moet hier wel even inbreken, want ik zie daar twee games in die echt fantastisch zijn. Grim Fandango en Day of the Tentacle. Ja. Maar dat is voor mij geen retro gaming hoor. Dat is wel. Ik zat hem op de basisschool. Ja, oké, maar ik bedoel, dat is echt, dit is nog te vers. Dit zijn top games. Ik bedoel, als ik die, ik heb hele andere games erin, omdat ik echt een blokjes, weet je, pliep, pliep, 8-bit, 16-bit. Maar voor jou is het retro, dus verder weg voor ons. Dat is maar goed, Grim Fandango, die had eigenlijk op 1 moeten staan en Day of the Tentacle op 2, maar dat vergeef ik je. Het zijn alle twee top games. Ik kon totaal niet kiezen. Ik had ook nog zo'n waslijst met die. Ik vind het een beetje een allegaartje. Ja. Kom op top 100 maken. Airborne heb ik ook. Jezus, kom in één keer te schieten. Maar waarom die Transport Tycoon? Waarom niet een SimCity dan? Transport Tycoon heb ik echt helemaal kapot gespeeld. Maar die vond je ook leuk? Maar die vond je ook leuker dan SimCity en zo? Nee, dat is weer van Star Wars. Die vond je ook leuker dan SimCity, Transport Tycoon? Ja, ik heb SimCity ook heel veel gespeeld, maar ik vond Transport Tycoon... Maar even over die Day of the Tentacle, wat feitelijk de spirituele opvolger is natuurlijk van Maniac Mansion. De point and click, en dan had je een aantal van die pick-up, give-to, pull, push, dat soort dingen. Echt hilarisch, toch? Dat is ook de reden waarom ik gewoon de Kickstarter heb gebackt van Double Fine. Ja. Van Tim Schafer en van Gilbert. Ron Gilbert. En maar wat vond je zo leuk aan die point-and-click adventures? Nou, ik vond het gewoon... De humor vond ik fantastisch. En vroeger speelde ik bijvoorbeeld ook nog Police Quest. Ja. Dat is eigenlijk ook een soort van point-and-click. Ja. Maar dat was eigenlijk geen click. Want je alles geen muis. Je moest alles met toetsenbord doen. Maar ja, daar had ik helemaal geen idee van de humor. Want ik kon eigenlijk helemaal geen Engels. Police Quest was ook niet echt humor. Space Quest was wel en Larry waren meer grappig. Leisure Suit Larry. Dat is allemaal gespeeld. Ik vond het humor vooral heel erg leuk. En dat cartoony, je had echt gewoon echt een beetje het idee dat je in een interactieve tekenfilm zat. En gewoon de dingen uitzoeken. Tot op een bepaalde hoogte dat er weer wel. Want dan ging gewoon in de pu. Ging ik eeuwig leven even doorbladeren. Mijn oude rubriek. Good times. Eeuwig leven, dat is een rubriek die misschien bijna niemand meer kent. Maar daar zaten de cheats en de walkthroughs erin. Fantastisch. Ja. En ik kwam er gisteren trouwens achter, dat was ik vergeten, dat er ook nog een tweedehands sectie achterin altijd stond. Dat je dingen kon ruilen, van persoonlijke advertenties. Ja. Over retro gesproken trouwens, maar goed. Ja. Nee, maar Dexter, daar zaten jullie bij van, huh? Ja. Ja. Dat is, wat, ik kende de titel. Ik zag een soort gaye gast met een straaltje. Dat ik het, nee, maar hij kan veranderen in een vliegtuig, dude. Wow! Fucking epic! Transformers. Ja. Het is een Japanse game, maar ik kwam er gisteren pas achter de titel van de game. En dat het Dexter heette dus. Maar je was een gast en die kon dan veranderen in een vliegtuig. Nou, daar heb ik uren in gestoken. Vond ik echt, maar ik vond, omdat hij zo obscuur is, vond ik het wel leuk om dan even te vermelden. En volgens mij hebben we jouw top 5 geregeld. Jan, komt ie? Helemaal goed. Ja, hij komt eraan. Hij komt er zo hard, die schiet in de stress. Ik heb hem inmiddels ook zeg maar gewoon opgezocht. Analoog. Ah, kijk, er is niet. Green Beret. Jongens. Nummer 4. Nemesis. Nummer 3. Golden Axe.
nummer 2. Metal Slug 3. Nummer 1. Tetris. Goeie retro top 5, of is dit goede retro top 5? Ik zag allemaal tijdens het filmpje, kreeg ik Bart die sopte van zijn stoel af, gewoon qua herkenning. Dat kwam gewoon de Golden Axe. Het was wel aardig. Dat kwam gewoon met Golden Axe. Dat was gewoon een badass game waarbij je ook echt fucking stoel voelde om het te spelen, weet je. Dat was wel heel makkelijk. Dat was wel heel moeilijk, vond ik. Oh, nee, zeggen heel makkelijk juist. Ja, dat was makkelijk. Met die draken en shit, op een gegeven moment kon je dus op die draken springen. Ja. Dat je had, ik kon met z'n tweeën doen, dat is het toffe eraan. Het was gewoon een soort medieval fantasy versie van Double Dragon. Ja, zoiets. Ja, Streets of Rage style, zoiets. Double Dragon trouwens. Ja, tering. Fantastisch. Maar het zijn best wel simpele games eigenlijk, hoor, met retrospectief. Streets of Rage, ja. Weet je waarom ik deze ook heb gekocht? Of gekocht? Dat was toch in de tijd dat je games kocht? Nou ja, dat was de tijd dat je gewoon een cassettebandje in Commodore 64. Ah ja, precies. Nee, die Nemesis die heb ik echt fysiek gespeeld bij een vriend op de MSX. En Tetris die heb ik ook wel gekocht. Niet fysiek gespeeld. Ja, wel. In je hoofd toch? Nee, ja, fysiek echt een losse game cartridge. Ja. En Tetris ook een cartridge in je Game Boy. Ja. Maar goed, waarom ik deze ook heb gekocht is dat de meeste van deze games, volgens mij Green Bread niet, maar voor de rest wel allemaal, zijn ook in de App Store of in de Android Store gewoon weer te downloaden, te spelen. Ja, uiteraard. Hier is over nagedacht. Ja. En Tetris, je kunt zeggen Tetris gay, maar ik bedoel, als één game de tand destijds heeft doorstaan, ja. Ik bedoel Tetris, ik speel het nog steeds af en toe. Ik speel het af en toe nog steeds. En ik bedoel, maar ook, echt speel je, nee, maar dit lul je. Nee, serieus. Lul je gewoon. Ik heb nog, als ik op trip ga, heb ik zo'n zakje met een aantal mini cartridges voor mijn DS en mijn 3DS. En er zit altijd Tetris bij. Ik hou me niet altijd uit, maar ik speel het nog wel af en toe. Het blijft gewoon leuk om te proberen zo lang mogelijk of die high score. Ja. Maar maar dit is interessant. Jij neemt je 3DS mee op trip, niet je PS Vita. Ook wel, alleen die batterij is zo snel. Je hebt een backup. Nou goed, de ene keer neem ik mijn PS Vita mee en de andere keer neem ik mijn 3DS. Voor een korte trip. Het hangt er vanaf wat ik speel. Ik was laatst naar New York. Toen heb ik Mario Paper Sticker gespeeld. Ik bedoel, die batterij gaat gewoon lekker 10 uur wel mee. Ja. Van als je niet 3 in 3D speelt. Nou ik vond het in ieder geval leuk om even een beetje herinneringen op te halen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik heb trouwens nog wel van Maarten, die overigens vrij is, die zit waarschijnlijk te kijken, dat het 19 september is het Piratendag wereldwijd. Echt waar? Dus misschien dat Ubisoft dan ook nog iets gaat doen. Nou, dat zou wel leuk zijn. Okay. Dus dat is wel geestig. En ik kreeg nog een nieuwtje dat in een weekend van 8 tot 10 maart, dus dat is niet aankomend weekend, maar volgend weekend uit mijn hoofd, is het Xbox Live Gold Unlock Weekend. Woehoe. En dan kunnen mensen, als je dus nog geen Xbox Live hebt, maar Silver heet dat tegenwoordig, of gewoon Xbox. Gewoon gratis Xbox Live Gold. Ja, kun je gewoon een week lang games spelen. Een weekend lang. En gedurende het hele weekend zullen wat leuke acties plaatsvinden, zoals Rockstar Friday, waarbij spelers op vrijdag 8 maart tussen 1 en 6 uur GTA 5 kunnen spelen. Tegen ontwikkelaars GTA 4, Max Payne 3, Red Dead Redemption en Midnight Club kunnen spelen. Nou, dus het hele weekend. Dus als je nog geen Xbox Live hebt, kun je dat weekend gratis even eraan proeven. Party on. Al dat hete nieuws, dat pak je zomaar even mee in Pu Live. Dit was Pu Live van 1 maart. Vrijdag dus. En we zien jullie maandag weer. Dan gaan we het hebben over Google Glass. Sowieso. Alweer? Er zitten Maarten, Wouter en Bart in de studio. Tot kijk!